Hallo, mijn naam is Dennis Velmans en ik ga een uitleg geven van het afstudeerproject dat ik voor de opleiding Communicatie en Multimedia Design heb gemaakt. En wat je voor je ziet is de beginpagina van een infographic die je leert over de werking en het proces van revoluties. Dat is gebaseerd op een onderzoek dat ik heb gedaan, waarin ik verschillende cases van onderdrukking, verzet en revolutie met elkaar vergelijk. En daarin heb ik factoren ontdekt die in veel revoluties terugkomen. Om te beginnen krijg je een introductie van wat een infographic is, hoe je het moet gebruiken door op de hoekknop te drukken en wie het heeft gemaakt, waarvan het belangrijkste de hoekknop is om te weten hoe je het moet doorlopen. Hier wordt gewezen op de info-aanknop, dus als we deze wegdoen en deze aanzetten. Zien we dat er een volgorde is die aangeeft hoe je de infographic zou moeten doorlopen. Deze volgorde zie je ook in het navigatiemenu links. En dit is eigenlijk bedoeld om de gebruiker optimaal te informeren over de informatie die te vinden is in deze infographic. Nou, als eerste hebben we de onderdrukking, het onderdrukkinggedeelte. En hierin kun je door over de balken te gaan, door de balken aan te klikken, voorbeelden te zien van onderdrukking. Het doel van dit onderdeel is eigenlijk om te choqueren. En niet eens met dingen die niet waar zijn, maar met hoe onderdrukking er nou eigenlijk uitziet. En daar is Noord-Korea een heel, heel goed voorbeeld voor. En zo kun je dit onderdeel doorlopen door kloksgewijs verder te gaan. En op elk punt in de infografie krijg je informatie over hoe daar met onderdrukking wordt omgegaan. Nou, als je deze doorloop hebt, dan is het volgende onderdeel de fasen. En hierin wordt uitgelegd wat in de hele infographic terugkomt, namelijk de fase waarin een revolutie zich kan bevinden en welke een revolutie doorloopt. We beginnen dus met de onderdrukkingsfase. En de voorbeelden die in de infographic in dit gedeelte staan, die hebben dus te maken met de periode waarin mensen eigenlijk nog geen weerstand bieden aan een regime of een heerser. Als we verder gaan, dan zien we dus hier de kiemfase, waarin het eerste verzet ontkiemt en eigenlijk toegewerkt wordt naar een, een soort massaal verzet en één grote ideologie. En daarna komt de confrontatiefase, waarbij een massale groep sterk genoeg is om de heerser te laten wankelen. En daar zie je dus ook voorbeelden van verder in de infographic. Daarom is het dus ook belangrijk om te weten wat deze fases betekenen om de infographic goed te kunnen doorlopen. De info-aanknop geeft in elk onderdeel aan wat de locatie is van de mogelijke onderdelen in de pagina en wat de inhoud daarvan is. En je zou het dus elke keer kloksgewijs moeten doorlopen om alle informatie te vinden. Het volgende onderdeel is de onderdrukkende heerser. Hierin vind je voorbeelden van de kliek van de heerser, met daarin tactieken die gebruikt worden om het volk te onderdrukken. En als we klokgewijs verder gaan, zien we ook reacties van heerser in de tijd wanneer de kiemfase gaat beginnen. En hier reacties bij massale opstanden en vervolgens wat er gebeurt als de leider valt. Het volgende onderdeel is het volk. Hier vind je verhalen uit het volk. En deze zou je volgens de info-aanknop hier moeten beginnen en kloksgewijs moeten doorlopen. Verder kun je informatie krijgen over de interne revolutie, zoals ik die genoemd heb. En daarin leg ik eigenlijk uit dat degene die in opstand komt, de activist of de revolutionair, een bepaalde mentaliteit moet hebben waarbij het mogelijk is om die moed te kunnen hebben om in opstand te komen.
En deze vind je dus in de kiemfase, waar ook de revolutionaire archetypes naar voren komen. Dit is ook uit mijn onderzoek gebleken dat er verschillende terugkomende archetypen zijn die in elke revolutie voorkomen. Als je daarop klikt, zie je hoe ik ze genoemd heb en kun je hier een beschrijving lezen van wat dat archetype behelst. Als we teruggaan, dan zien we dat we deze sectie ook hebben gehad en dan gaan we verder naar verzet. Hier vind je, net zoals bij de andere onderdelen, voorbeelden van verzet in een cirkel. En als je het even niet meer weet, kun je de info aanknop aanzetten en zie je dat je hier moet beginnen. En het is natuurlijk makkelijker om de info aanknop eventjes uit te zetten. Hier krijg je dus weer voorbeelden. Volgens de fase waarin ze zitten, over welke manier van verzet je ziet. En zo doorloop je dit onderdeel ook weer en zie je manieren van verzet die tegenwoordig en soms in het verleden zijn gebruikt. Het volgende onderdeel is media en je ziet ook dat er een doorklikmogelijkheid is naar media. Dat is het volgende onderdeel, zoals je hier ook ziet. Ook hier vind je weer voorbeelden van manieren van mediagebruik volgens de fase waar ze in zitten. En deze worden doorlopen. En natuurlijk is de keerzijde van media dat ook de heerser gebruik maakt van diezelfde media. Dus heb ik ook een pagina gemaakt waarop je het mediagebruik door de heerser kunt volgen. En zo loop je dus alles weer af. En dit is het laatste onderdeel voor de afsluiting. En als afsluiting een korte tekst waarin eigenlijk duidelijk wordt dat rechtvaardigheid en vrijheid nog helemaal niet vanzelfsprekend is voor veel mensen. En een mooie quote van George Orwell. Op deze manier wil ik mensen kennis laten maken met het fenomeen revoluties op een toegankelijke manier en waarbij informatie snel gevonden kan worden.